Oké, voordat het interview begint moeten we wel zeggen dat ik ook op een oxboard sta. Voor het eerst in mijn leven. Dit is mijn zus. Welkom bij Vera's fantastische vindingenvlog. En dit is mijn moeder. Als je het eenmaal ziet, dan is het makkelijk. En dit mijn vader. Pap. En ik ben... Max! Max Slim. We zijn nogal een aparte familie. Jullie zijn uitvinders? Ja, dat zijn we. Allemaal. De achternaam van jullie familie is de Slim. Alleen, jij bent niet de slimste in de familie. Nee, ik ben niet de slimste familie. Ik speel Max Slim. En die maakt altijd uitvindingen. Alleen die mislukken. Altijd. En je familie, je vader, moeder, je zusje, die kunnen wel goede uitvindingen maken. Dus die gaan ergens heen? Ja, die gaan naar in Fenticom. Dat is een grote wedstrijd voor uitvinders. En ik heb besloten om een jaartje niet mee te gaan. En dan blijf ik thuis. Maar dan is er iemand in het verhaal die mij gaat ontvoeren. En als je weet wie dat wil zijn, moet je naar de film gaan. Het is een hele spannende film. Als je drie uitvindingen kan noemen die jij super tof vindt, die al gemaakt zijn. Welke uitvindingen zijn dat? Die al gemaakt zijn? Een robothand om mensen te helpen die geen hand heeft. Oh, dat is echt een goeie, die is al uitgevonden. Er was iets bij een schildpad, hadden ze een voet van Lego gemaakt dat hij kon lopen. Omdat hij geen voet had? Ja, hij had één been niet. En nog eentje, die weet ik eigenlijk niet. Wat vind je van de oxboard? Je doet het tot nu toe goed. Je blijft tot nu toe opstaan. Wow, ik ga achteruit. Help mij. Gaan rijden. Hou dit niet echt, want ik straks op de grond lig. Maar de oxboard zit ook in een film. Kan je daar iets over vertellen? Wat heb je op de film ermee gedaan? Ja, ik had... Max Slim had een oxboard, maar die vond hem saai. Dus... Ja. Dus toen heeft hij de wielen omgedraaid en heeft hij de raketten ingemaakt. En toen heeft hij hem laten vliegen, zat ik op de poster. Het was heel vet, want ik mocht met een greenscreen werken. Dat was heel erg vet om te doen, want ik mocht aan touwen hangen. En dat was natuurlijk niet het echte oxboard. Het was gewoon een houten plank. Een groene houten plank onder mijn voeten, maar het was wel vet. Wij speelden mogen niet gebruikt. Mevrouw. Familie Slim, 6 december in Pathé in de bioscoop. Ah! En ze gaat vallen.